Goedemorgen, Hans Lammers. Goedemorgen. Ja, ik sta hier met Hans, omdat hij ons mee gaat nemen in de wereld van de cloud points, de geotiles. En Hans Lammers is zelfs BIM-expert. Mag ik het zo zeggen, Hans? Ja, geo-BIM-expert. Een geo-BIM-expert. En ja. En vertel, wat zijn die point clouds waar jij zo enthousiast over bent? Ja, point clouds, dat zijn... Ja, puntjes, puntenwolken. Hè? En dat is de nieuwe manier om inmetingen en om een omgeving in beeld te brengen. En geotiles, die biedt eigenlijk een mooi platform waarop je dat kunt gebruiken. Oké, en geotiles, puntenwolken, wat is er zo bijzonder aan deze puntenwolken? Want men gebruikt al lange puntenwolken volgens mij om inmetingen te doen. Ja, deze puntenwolken waren al langer beschikbaar via AHN-data, wat ingevlogen wordt. Alleen het probleem met die datasets is dat ze ontzettend groot zijn en ze zijn grijs, ze zijn niet gekleurd. En geotiles biedt gekleurde tegeltjes aan ja. en met een compacter formaat. Okay, dus eigenlijk krijg je een 3D-puntenwolk. Met een beperkt formaat dat je in één keer kan gebruiken in je project. Oh, dat is fantastisch. En die geotiles, waar zijn die ontwikkeld? Ja, ja, deze geotiles, hè, dit platform, is oorspronkelijk komt dat van wetenschappers van de TU Delft. Die eigenlijk tegen precies dezelfde problemen aanliepen. Die gebruiken dit soort data ook voor allerlei analyses. En die hebben daar deze praktische oplossing voor bedacht. Geen dure abonnementen die je af moet sluiten om gebruik te mogen maken van deze data, maar een open source. Ja, nee, het is allemaal overheidsdata. Het is open data in een open bestandsformaten. En het is voor iedereen vrij verkrijgbaar. Nou, ik zou zeggen, dan verdienen deze wetenschappers van de TU Delft de Dare to Share Award. Hè, mochten we die hebben. En voor alle andere mensen zou ik zeggen, ga naar... www.geotiles.nl www.geotiles.nl, heel goed. En ga daarmee aan de slag. Hans, hartelijk dank voor deze informatie.